Welkom bij weer een nieuwe video op ons YouTube kanaal. Mochten jullie nog niet geabonneerd zijn, doe het dan nu voordat jullie verder kijken naar de video. Vandaag heb ik voor jullie een Gymshark kledinghaul. Het is de allereerste keer dat ik bij Gymshark heb besteld. Dus het gaat ook ineens een first impression zijn. Zoals jullie weten ga ik heel graag naar de fitness. Nou, voor mij is het een beetje quality time. Voor mezelf in mijn hoofd ook een beetje rust te krijgen. Want eens ik de fitness binnenkom, vergeet ik eigenlijk al de rest wat gaande is. Sjallen, gaat je weg? Gaat je weg? Sjallen is trouwens jarig vandaag. Niet nu de video online komt. Maar de dag dat ik dit film. Is Sheldon jarig? Hi Shelly. En Milky zit daar ook. Ik weet niet of jullie Milky zien. Milky, kom. Milky, kom hier. Kom hier, ja. Oké, laten we beginnen met het eerste wat ik aan heb. En dit is de slouchy set, denk ik. Het is niet slouchy, maar slouch blijkbaar. Dus de slouch set. Ik heb de slouch cropped hoodie aan. Met kap. Ik heb nu staart, dus dat trekt op niks. Maar het is wel tof dat het een kap heeft. En ik heb de slouch broek aan. As you can see. Het ziet er zo uit. Dit is niet echt sportkleding. Hierin zou ik niet naar de gym gaan. Zal ik het zo zeggen. Want, ja, ik weet niet. Misschien zijn er mensen die hier wel naar de fitness gaan. Maar dit is echt stofstof en dit is geen sportstof. Maar wat vind ik hiervan? Dat is eigenlijk de eerste keer dat ik dit aan heb. Het eerste wat ik al merk is, ik wou dat ik de broek en het blouseje in een extra small had genomen. En niet in een small. Dat is iets wat ik wel al merk met Gymshark. Ik heb één ding daarvan aangehad van heel deze hoop. En daar ben ik al 4 keer of zo mee gaan fitnessen. Is ook al 1 keer in de was geweest om te testen als dat toch ook degelijk is voor in de was en in het wasmachine. En het is er echt heel goed uitgekomen. En die heeft het wassen goed doorstaan. Maar ik merk als ik daarmee ga sporten dat de band hier veel losser komt te zitten. En dan ben ik die zo wat omplooien, zodat anders, ja, is dat gewoon te los en dan gaapt die aan mijn rug als ik squat of zo. Dus ik merk wel dat je best bij Gymshark een maat lager kunt gaan. Ja, op zich, het mag wel zo wat losser zijn, maar ik had toch wel iets liever misschien een extra small gehad. Ik zie nu wel pas dat hier ook gaten zijn voor je duim. Dat is wel tof. Dan dragen mensen het toch, denk ik, om naar de gym te gaan. Als je wilt liften of zo, is het ook wel tof. Dan moet je geen handschoenen aandoen. En dan de broek. Hier, de band zit wel echt goed strak. Dat vind ik wel fijn. Dat is hoger, wat ik ook heel fijn vind. En ja, die zit wel echt heel goed aan eigenlijk. Ik weet niet of het zakken heeft, nee. Maar dat is nu ook niet per se nodig. Oké, omdat ik deze al aan had, heb ik deze zo al laten zien. Maar ik ga jullie de cijfers ook nog eens allemaal laten zien in een hele positie eigenlijk, als ik recht sta. Dan de volgende die ik heb, die heb ik echt pas nu, die is gisteren aangekomen. Is de Gymshark Seamless Energy set in het zwart. Ziet er zo uit. Dit is de top. En hier heb ik een small in. En dit is de broek. Oei, papiertje hangt er zelf nog tussen. Zo nieuw is hem. Dit is de broek. Zoals je kunt zien, de waistband is goed. Heel stevig bij deze. Ik denk dat deze wel beter gaat zitten als de gewone seamless. Dit is de gewone seamless. En deze band is veel stretchier als de Energy seamless. Dus ja, het is misschien een beetje verwarrend, ook de namen en zo. Maar voor Gymshark fans, die weten de namen wel. En als je ze zelf op de site of zo wilt kopen, is het ook wel gemakkelijk als je de namen weet. Want er zijn zoveel van die setjes en zoveel namen. En dat je op den duur niet meer weet, oei, wat is wat nu? Dus dit is de Seamless Energy. Dit is de Seamless Ombre.
En de Seamless Energy heeft van onder zo dit effectje, zo gaatjes. En dan hier streepjes aan de zijkant. En hier ook weer die verluchtingsgaten. En hier ook de streepjes. Ook hebben al die leggings zo onder de poep een soort van lijn om je poep meer te shapen. Dat je poep er geshapeder uitziet en ronder uitziet. Wat ook wel tof is. Daardoor voelt je wel zelf zekerder op de fitness. Dus ik heb de Seamless Energy in het zwart. En dan ook in het beige. Deze is de beige. Ziet er ook weer hetzelfde uit. Ook de gaatjes van onder. De strakke waistband. En onder de poep eigenlijk de markeringen hier. Dus dit is het topje van de beige. Ziet er zo uit. De achterkant vind ik wel heel mooi van de Seamless Energy. Plus ik vind ook de topjes van de Seamless Energy veel mooier aan de borsten zitten. Geeft mij ook wel meer zelfvertrouwen op de fitness. Die zijn ook steviger dan de Seamless Ombre. Dus dit is bijvoorbeeld de Seamless Ombre. Deze heb ik in het ombre met paars. Maar ik heb die ook in het volledig grijs. Dus die, dan gaat die van donkergrijs naar het lichtere grijs. Maar die zit in de was. Dus deze ziet er zo uit. En je merkt ook wel al direct dat dit stuk veel hoger is. Dus dit bedekt de borst meer. Als je graag alles bedekt wilt, dan is deze eigenlijk wel meer iets voor u. Maar ik heb graag toch dat niet heel mijn borsten erin zitten. Want als ik dan zweet en zo, dan kan ik ook niet fatsoenlijk wrijven met mijn handdoek. Dus ik vind deze veel toffer. En je doet er toch iets over uiteindelijk, dus dan maakt het niet uit. Maar deze zit ook gewoon veel steviger dan deze. Deze zijn van zachter materiaal. Deze zijn iets harder en iets strakker ook. Dus dat vind ik. Dus dan hebben we de ombre. Die zal ik ook nog eens zo laten zien. Hier ziet je de rand iets beter, denk ik, onder de poep. Hier is hem donkerder gekleurd. En die ziet er zo uit. Maar bij deze heb je dus, hoeveel te meer je sport, hoeveel te losser die band hier gaat zitten. En daardoor moet ik die band dus soms omrollen in de fitness, want anders schaapt die een beetje. Dan heb ik deze top erbij. Ik moet zeggen, paars is niet mijn favoriete kleur, maar deze was in de uitverkoop. Dus ik dacht, I take it. En ik vind hem uiteindelijk wel nog heel mooi aan. En Sam vindt hem ook heel mooi aan. En dan heb ik op die nog deze crop top. Ziet er zo uit met lange mouwen. Ik dacht voor in de winter is dat wel tof als je zo ook eentje hebt. En voor met de zwarte heb ik de Essential Tea Black in Small. Dus dat is deze. Het is gewoon eigenlijk een t-shirtje wat iets schuiner afgaat. Super cute, gewoon in het zwart. Want het liefst draag ik gewoon een beetje neutrale kleuren in de fitness. Je kunt zien gaat hij zo over naar het ombre. Deze is ook weer heel high-waisted. Wat ik zelf persoonlijk wel heel tof vind. Want mijn probleem area is meer zo hier in mijn onderbuik. En ik denk dat veel meisjes en vrouwen dat hebben. Dus die wordt ook wel dan gewoon, ja, die ziet je niet. En die zit mooi strak omdat dit een harde elastiek is. Dus dan valt de buik niet zo hard op. Zit wel echt heel goed. Heel fijn ook weer om aan te doen. Zoals jullie zien is deze BH iets meer bedekkend. En
Ziet je niet veel, zit alles goed stevig erin. Allee, heel stevig is hem niet, maar alles zit wel erin. En dan, als we squatten, dan is hier ook niks te zien. And you can see, nothing to see here. Dan de long-sleeved crop top. Ziet er zo uit. Dus deze erop ziet er zo uit. Je kunt deze ook wat lager trekken als je liever gewoon geen buik of zo toont. Maar ik draag het liever zo. Het is wel tof voor in de winter. Hier zijn ook zo dry. Dus dat betekent als je hier een zweet droogt, dat ook super snel. Wat wel super handig is. Want het is niet leuk als het t-shirt zo helemaal nat wordt. En dan moet je nog zo verder sporten. Dat haat ik altijd. Dus deze ziet er zo uit. Up next is de zwarte Energy Seamless. Zoals je al kunt zien, hier ziet je ja, iets meer van je décolleté, zal ik maar zeggen. Wat ik persoonlijk wel iets mooier vind, iets vrouwelijker. Deze sport-BH is ook iets langer, heb ik het gevoel. En deze zit echt heel wat strakker wel. Amai, die voelt echt super strak aan. Misschien ook omdat dat de eerste keer is dat ik deze pas. Deze ziet er zo uit langs opzij. Hier het Gymshark logo. En dan van achter. En dit side. Dus dat is deze. Maar wat ik hier wel al merk is dat mijn onderbroek voelt. En hier heb ik iets, een sticker. Maar ik voel de randjes, van mijn onderbroek hier echt al in. Ik heb speciaal om deze te testen een gewone onderbroek aangedaan. Ik zou nu wel, als ik naar de fitness ga, sowieso een string aandoen. Dat doe ik altijd. Maar dat is persoonlijke keuze. Dus als jullie graag een gewone onderbroek aan hebben, dan denk ik wel dat je het gaat zien. Hoewel, ik zie nu niet nog echt iets. Maar als ik sta, heb ik wel het gevoel dat je het ziet. En misschien niet ziet, maar ik voel het al sinds wel. Vooral aan deze kant hier. Dus ik denk wel dat je het ziet. Maar ik denk als hier een string onder doet, dat het ook wel wat proef is. Omdat het niet doorschijnt, hoop ik. Let's hope. Maar normaal gezien niet. Als laatste hebben we nog de cream set. En ik heb het gevoel dat deze mij het minst gaat bevallen. Van de kleur. En ik zie ook dat hier, als ik deze aanneem, hier zit een broekje ingenaaid. Zodat je, ik denk, zodat die niet zou doorschijnen. Maar toch heb ik nog het gevoel dat deze zou doorschijnen. Ja. Oké, ik denk dat deze niet echt squatproof is. Deze is eerder, denk ik, als je armen of zo gaat doen en niet te veel door je benen moet zakken. Ik vind het thans wel een heel mooie kleur. Maar ja, ik denk gewoon dat ik deze het minst zal dragen, omdat deze wel het minst ja, gemakkelijk is. En je wilt natuurlijk niet heel de tijd denken, oei, zien de mensen iets, schijnt het door of zo. Dan is er nog de t-shirt, of course. Wat ik wel heel tof vind. Ik vind het wel leuk gedaan dat dat zo schuin is. Ik vind het wel gewoon een mooi basic zwart, klein logootje. En de achterkant is gewoon zo. Dus t-shirt is zeker goedgekeurd. Oké, dit was de eerste keer dus dat ik bij Gymshark iets heb gekocht. Natuurlijk, Gymshark is iets prijziger wel. Daarvoor kocht ik mijn workout kleren meestal bij Forever 21 en zo. Dat is altijd goedkoper. Oeh, melk is een staart. Maar ik denk toch dat je bij Gymshark al snel €40 mocht tellen voor een legging. En €30 of €35 voor een sport-BH. Deze kostte wel maar €19, denk ik. En deze die ik in de uitverkoop heb gekocht. Die set was ook wel veel goedkoper. Ik denk 20
voor de legging, 15 voor de sport BH en 15 voor het crop topje, denk ik. Dus ja, het is aan de prijzige kant, vind ik zelf. Maar ik heb deze set in het grijs al aangedaan, al 4 of 5 keer. En ik moet zeggen, het is echt wel super tof om in te gaan sporten. Ten eerste, de ogen heel mooi. Met het detail aan de poep en zo ziet je er wel zo echt goed uit, vind ik. Dus je poep wordt zo precies een beetje gelift en zo. Dus dat vind ik wel tof. Dat maakt je zelf zekerder. En ik vind ook gewoon, als je squat met die set aan en zo, dat is echt heel squatproof. Je ziet niks. Je ziet geen randjes van je onderbroek, niks. Dus dat vind ik wel echt zalig. Zo, dit was mijn Gymshark haul. Hopelijk vonden jullie het leuk om te zien. Doe zeker thumbs up. Laat ook zeker een leuke comment na. Laat mij ook weten wat uw favoriete set was. De paarse, zwarte, beige of deze groene. Let me know. Ik ben heel benieuwd wat dat jullie vinden. Hebben jullie ooit zelf al eens iets van Gymshark gekocht? Laat het mij ook weten. En ik zie jullie morgen.